Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over welke bewoners je kunt houden in nano-aquaria. Ja, het is een heel vaak gestelde vraag. Welke vissen kunnen er in mijn 30 liter? Welke vissen kunnen in mijn 40 centimeter? Die kleinere aquaria, wat kun je daar nou precies in houden? En heel vaak is het antwoord, goh, het idee wat je nu hebt kan eigenlijk niet. En vandaag wil ik dus gaan kijken naar, goh, hoe werkt dat nou? Waarom kan iets wel, waarom kan iets niet? Wat zijn echt leuke, goede opties die ook op de lange termijn leuk zijn voor jou en voor de bewoners van het aquarium? En wil ik eigenlijk ook een beetje uitleggen waarom dat nou zo is en waar die discussiepunten een beetje in zitten. Omdat het dus een onderwerp is waar heel veel discussie over gevoerd wordt. En het is ook niet per se zwart-wit. Want het is niet zo dat als je een vis te klein houdt, dat hij gelijk doodvalt. Het is niet dat een vis kan zeggen, ik ben ongelukkig, in de letterlijke zin. Maar er zijn wel heel veel signalen waaruit je kunt afleiden dat een vis niet gelukkig is. Dus daar wil ik het allemaal vandaag over hebben, zodat je aan het eind van deze video begrijpt hoe het een beetje in elkaar steekt en je wat leuke opties hebt over wat in jouw nano-aquarium kan. Nu, allereerst even praktisch, wat is een nano-aquarium? Over het algemeen worden daar aquaria tot aan 60 centimeter aan onderschreven, zeg maar. Dus vanaf 60 centimeter, of sommige mensen zeggen ook nog dat 60 centimeter nano is. Maar vandaag ga ik het even hebben over de bakjes van pak een beet, 30, 40, 50 centimeter. Een beetje die categorie. Omdat ik er zelf van overtuigd ben dat vanaf 60 centimeter die opties wat groter worden. Omdat natuurlijk ook het verschil in liters tussen 20 en 30 centimeter is natuurlijk wat minder groot dan wanneer je 60 centimeter hebt. En daarbij over het algemeen met een gemiddelde maat 54 liter. Dan heb je echt alweer wat meer water, zeg maar. En natuurlijk hebben die kleine bakjes ook niet zoveel inhoud. En de cubes die veel verkocht worden, zoals 30 keer 30 keer 30 centimeter. Dat zijn uiteindelijk bakjes met ook iets van een kleine 30 liter. Dus die zijn natuurlijk een stuk kleiner dan die 60 centimeter aquaria bijvoorbeeld. Dus vandaag ga ik even uit van, nou ja, een 30 liter, 30 centimeter aquarium. Ongeveer in die streek, zeg maar. En dan wil ik ook gelijk graag even één fabeltje de deur uit hebben. Want dat maakt de rest van de video een heel stuk makkelijker. Namelijk de opmerking die vaak gemaakt wordt, de vis die groeit wel naar de bak. Het is niet zo, helaas, niet zo dat als jij gewoon een vis die eigenlijk veel groter zou worden dan dat die kan worden in jouw aquarium, in een kleiner aquarium zet en dat die dan klein blijft en gezond blijft. Hij blijft wel kleiner dan dat hij normaal zou doen, maar dat is helaas omdat hij de mogelijkheid niet ziet om volledig uit te groeien, dat niet kan, en daardoor zal achterblijven in zijn groei, maar intern zal doorgroeien. Dus de buitenkant blijft klein. Intern groeit door. Je ziet bij heel veel goudvissen zie je bijvoorbeeld ook dat ze heel grote ogen krijgen. Maar ook bij maanvissen en bij discus zie je dat heel veel voorbij komen. Dat ze grote ogen krijgen in verhouding, heel grote staarten. Dat is ook iets wat wel door blijft groeien, maar dat het lijf achterblijft. Dit is een vergroeide vis. Je kunt je voorstellen dat op een gegeven moment de organen in verknelling komen. Je kunt je voorstellen dat er op een gegeven moment intern heel veel misgaat. En dit komt dan omdat mogelijk de vis te klein gezeten heeft. Het is dus niet zo dat een vis gezond oud kan worden. Gezond of oud, beide. In een te klein aquarium. Dus helaas is dat absoluut geen goed argument en ben je dan toch wel verkeerd bezig. Dus daar wilde ik even mee beginnen, dat argument dat helaas ook heel veel in winkels en heel veel door verkopers wordt gebruikt, simpelweg niet klopt. Je moet dus gaan kijken naar vissen die echt klein blijven en of heel weinig zwemmen. Want dat is een beetje naar de criteria waar je naar kijkt. Als jij een aquarium aanschaft en je kijkt welke vissen kunnen erin, dan moet je kijken hoe groot worden de vissen. Dat is op zich belangrijk, want je wil natuurlijk dat vissen genoeg ruimte hebben. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is, naar kijken naar het gedrag van de vissen. Als het namelijk heel erg drukke vissen zijn en ze willen dus veel zwemmen, zoals bijvoorbeeld guppies, dan worden ze misschien weliswaar niet zo groot, maar zijn ze wel te druk voor een klein aquarium en willen ze graag meer ruimte hebben. Dus dat zijn de twee criteria waar je dan vooral naar kijkt. Bijkomend ook nog eens, zijn het schone vissen of niet? Want misschien pas één klein visje wel. Maar als het een schone vis is die eigenlijk maar pas vanaf 15 een keer gehouden wil worden. Ja, 15 gaan er niet in passen. Dus kun je ze allemaal er niet in passen. Want daarin wil ik even door naar mijn volgende punt. Vissen kunnen lang blijven overleven. En zoals je dan kunt zeggen, overleven is ook leven. Maar is het een goed leven? Nee. Moet je dat je vissen aan willen doen? Ik ben ervan overtuigd van niet. Nu ben ik een persoon dat dierenwelzijn erg hoog heeft staan. En ik veel liever een aquarium opstart zonder dieren überhaupt. En dat ik een dier in een twijfelgeval zet. Want er zijn genoeg mensen die zeggen, ja, het kan. Maar ik zeg, ja,
overleven is ook leven. Dat dat dier blijft leven, maar slecht op kleur is. Zich, en dat is vaak een uiting van stress. Zich niet op zijn gemak voelt. Ja, dan vind ik dat niet een leven wat ik een vis gun en wil. En doe ik dat liever niet. Dus dat is ook de standaard waarin ik deze video nu ga maken. Omdat ik wel dierenwelzijn dus erg hoog heb. Je ziet dus dat in kleine aquaria vaak wel heel veel vissen gestopt worden die er absoluut niet in kunnen. En dat zie je dan bij de vissen voornamelijk terug aan slechte gezondheid. En ja, gewoon van die problemen. Kijk, ik zal jullie nu even een beeld schetsen wat dus niet normaal is. Er hoort niet eens in de zoveel maanden een vis dood te gaan. Nee. Er horen niet vissen halve vinnen te hebben. Er horen niet vissen een beetje gerafelde vinnen te hebben. Het hoort niet dat een vis zijn vinnen niet volledig uit heeft staan. Dat hij een beetje in elkaar zit. Dat hoort niet. Het hoort niet zo dat een vis niet volledig op kleur is. Een vis hoort altijd, behalve 's nachts, hoort die volledig felle kleuren te hebben. Het klopt niet dat vissen onderling agressie vertonen. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar een scholenvis hoort onderling geen agressie te vertonen. Dit is een teken van stress. Het hoort niet zo dat vissen elkaars vinnen gaan opbijten. Het hoort niet dat jouw vis altijd in een hoekje heen en weer blijft zwemmen. Het hoort niet dat jouw vis altijd in een hoekje juist niet meer zwemt. Het hoort niet dat vissen aan het oppervlak te happen. Het hoort niet dat vissen schuren. En het hoort niet dat vissen elkaar proberen te verdringen uit een aquarium. Weer opnieuw dat agressie. Dat hoort niet. In kleine aquaria is dat eigenlijk alles wat ik zie. En als je niet anders gewend bent, dan weet je niet dat dat niet hoort. Maar een aquarium hoort. Tenminste, als je naar gemiddeld gezelschap aquarium gaat, zoals vissen hier achter mij, die officieel gezien nano-vissen zijn. Hè, officieel gezien zijn dit vissen die vanaf 50 centimeter zouden kunnen, de Rasbora espijn. En pas vanaf 80 centimeter vind ik dat ze normaal gedrag vertonen. Zijn ze op kleur? Gaan ze niet met elkaar bitchen? Gaan ze niet met anderen bitchen? En zijn ze gewoon veel mooier en veel rustiger. En dan straalt de bak ook daadwerkelijk rust uit. Ja, dat zegt toch wat over of die vissen stress ervaren of niet. Dat allemaal gezegd zijnde, kun je je voorstellen dat er niet zo heel erg veel vissen zijn die eigenlijk in die nano-aquaria kunnen. Omdat ze mogelijk dus wel overleven, maar ze niet, als je mij vraagt, het leven krijgen wat ze verdienen. En dat is dus zelfs al, als ik kijk naar echt die 30 centimeter aquaria, daar zou ik geen guppen in zetten. Daar zou ik geen scholenvisje in zetten. Daar zou ik zelfs de kleinste rasbora's niet in zetten. Zeker ook omdat die dan, als je ze goed wil houden, weer aangepaste waterwaarden willen hebben. En dat is vaak moeilijk om mee te starten. Want heel veel starters starten juist met zo'n klein aquarium. Terwijl het veel moeilijker is. Want zo'n klein aquarium heb je veel minder keuze. En het is veel moeilijker stabiel te houden. Want je hebt veel minder water. Dus je hebt veel minder ruimte voor fouten. Want één klein foutje van jou heeft veel grotere gevolgen in zo'n aquarium. En een simpele temperatuurschommeling kan ervoor zorgen dat jij bomvol algen hebt in je bak. Dus ja, dat is helemaal niet makkelijker. Dus als je een beginner bent en je kijkt deze video en je denkt ik wil klein beginnen, zou ik juist zeggen start met 80 centimeter. Veel makkelijker. Ga je de hobby veel leuker vinden. Want je hebt veel meer keus, veel meer opties en je kunt veel meer fouten maken voordat het misgaat. Die kleine bakken zou ik juist laten voor mensen die eigenlijk wat meer ervaring hebben. Tegelijkertijd, als je de ruimte niet hebt, maar je bent wel heel graag proberen, kan hè. Je kunt er gewoon mee starten, tuurlijk. Maar dan moet je even weten dat je daarin iets specifieker moet zijn en je net wat minder ruimte hebt voor fouten. Maar goed, ik heb heel veel gepraat over wat kan niet. Wat kan dan wel? In dat soort kleine bakjes kom je uiteindelijk terug op 3 opties. Want die zijn er wel. En ik schrijf nano-aquaria helemaal niet af, want ik heb ze zelf ook en ze zijn superleuk. Als eerst, als je echt een vis wil, ga je kijken naar een betta. Een betta splendens. Dit is een soort vissen die relatief groot is. Maar, hebben we het over gehad, dan kunnen jullie al invullen wat hij dan vermoedelijk voor ijs heeft. Namelijk dat hij helemaal niet veel zwemt. En ook niet veel wil zwemmen. Hij wil ook helemaal niet veel stroming, want daar krijgt hij stress van. Hij kan helemaal niet goed zwemmen zelfs. Over het algemeen komen ze in de handel voor als langvinnige betta's. En ook die zijn geschikter voor de kleinere aquaria. Omdat ze dus langvinnige hebben. En die zwemmen nog minder dan de kortvinnige betta's. Je kunt er slechts 1 houden. Dat is heel duidelijk. Mannen onderling gaan vechten. Mannen en vrouwen onderling gaan vechten. Vrouwen en vrouwen onderling gaan ook zelfs vechten. En zeker in die kleine aquaria absoluut geen opties. Dus je kunt 1 man houden. Ze zijn super dominant naar andere vissen. Of ook naar andere vissen. Maar vooral naar soortgenoten. Gaat gewoon mis. Vechten elkaar dood. Het is niet de vraag of het fout gaat. Het is de vraag wanneer het fout gaat. Niet aan het beginnen. Betta's zijn super mooi. En het leuke is ook dat ze nog eens erg makkelijk zijn in de waterwaarde die ze willen hebben. Dus over het algemeen kun je ze hier in Nederland op kraanwater wel houden. En het leuke is dat ze ook gewoon heel makkelijk zijn. En super gezellig. En ze hebben karakter. Dus het zijn echt heel leuke vissen om te houden.
één zo'n vis gaat jouw hele bak ook gewoon vullen. Want ze zwemmen, het wordt helemaal hun huisje. En ja, dat zijn een van de weinige vissen die ik ook altijd namen geef als ik ze heb, zeg maar. Een nadeel is wel dat ze helaas vrij doorgekweekt zijn en daardoor niet erg lang meer leven. In principe horen ze een jaar of vier te worden, maar helaas is het vaak zo dat als jij een betta hebt van 2 jaar oud, dat die al best wel oud is. Verder is hij dus wel heel erg leuk, heel erg makkelijk en dus geschikt voor echt die kleinere aquaria. Simpelweg omdat ze zo weinig zwemmen en ook niet te veel willen zwemmen. Dus je maakt ze over het algemeen niet eens echt blij met een erg groot aquarium. Dus dat is echt een aanrader, die betta's zeker in verdiepen als je een kleiner aquarium hebt. Kun je die betta's ook nog combineren met andere vissen? Ja, over het algemeen niet. Als je een bak hebt vanaf een 60 centimeter, dan kun je de corydoras, dus dat zijn bodembewoners, bijzetten. Omdat die echt wel uit elkaar zwemmen. Maar in kleiner dan dat zou ik er niks bij zetten. Omdat je dus te zit met te weinig ruimte, maar ook dat ze elkaar dan toch lastig gaan vallen. En die betta is zo vriendelijk niet. Nee. Maar dat maakt het extra leuk om alleen te hebben, omdat ze het karakter echt vullen. Het zijn trouwens dieren die ook van nature solitair leven. Dus ze vinden het niet erg als ze alleen zijn. Absoluut niet. Ze willen alleen zijn. Dan heb je als optie 2 slakken. Slakken kun je wel bij betta's houden ook, maar je kunt ze ook loshouden. Het zijn allemaal verschillende soorten slakken, moet je zeker eens in verdiepen. Ik heb er niet zo heel erg veel verstand van, maar wat ik wel weet is dat slakken enorme vervuilers zijn. Dus let daarop als jij bijvoorbeeld een appelslak houdt, dan wordt over het algemeen gezegd, hou 1 appelslak op 10 liter water. Dus als je maar 30 liter water hebt, dan kun je 3 slakken houden en dan houdt het op. Moet ik wel zeggen, het zijn grote slakken hoor, die appelslakken. Maar die kunnen wel heel erg mooi zijn, zoals bijvoorbeeld zebraslakken of Helena-slakken. Zijn gewoon mooie dieren en kunnen dan natuurlijk toch weer wat leven brengen in je bak. Als derde, en stiekem een beetje mijn favoriet, kun je garnalen houden in dat soort kleine aquaria. Je zou denken, geen vissen. Nou, hoeft niet, echt niet, om de bak gevuld te houden. Garnalen zijn fantastisch. Wij hebben hier meerdere bakken staan met alleen maar garnalen. En ook een bak van, 120 liter met alleen maar garnalen. En geloof me, het is super gezellig in die bak. Het is super druk in die bak. En er is altijd leven, omdat die garnalen altijd bezig zijn. Garnalen zijn er in tientallen kleuren. En echt in tig soorten. Dus je hebt voor iedere kleurenfan wat wils. En anders kun je alle kleuren bij elkaar zetten. En dan gaat je het wel inkweken. En heb je uiteindelijk niet meer zoveel kleur over. Maar in het begin is het heel leuk. maar het zijn echt heel leuke dieren. De neocaradina's zijn dan ook nog eens heel erg makkelijk. En kun je vaak ook gewoon houden op kraanwater. Caradina's voor de wat meer uitdagende liefhebbers. Zijn zulke mooie dieren. En is ook heel haalbaar om te houden. En in die kleine aquaria, ze zijn gewoon klein. Ze hebben niet zoveel ruimte nodig. Kun je dat zeker doen. Ook japonica garnalen zijn een optie. Die worden wel weer een stuk groter. Maar kunnen nog steeds in dat soort kleine aquaria wel gehouden worden. En het leuke is dat japonica garnalen dus wel bij betta's kunnen. Dus die twee kunnen samen. Je kunt geen dwerggarnalen, dus de caradina of de neocaradina waar ik net over had, kun je niet met betta's houden. Voor de simpele reden dat ze levend voer worden. Dus als jij heel duur levend voer wil kopen, dan moet je het doen. Maar anders zou ik het afraden, want die betta's die gaat er echt achteraan. Die gaat het jagen als spelletje zien en je houdt geen garnaal meer over. Dus dat is gewoon een beetje sneu. Japonica garnalen zijn veel groter, dus een betta die gaat hij niet kunnen opeten. Gaat hij misschien wel proberen, maar dat lukt hem niet. Dus daarom werkt dat, zeg maar. Dat is de redenatie erachter. Dus dat zijn naar mijn mening de opties die je hebt van aquaria tot 60 centimeter. Dus een betta, dwerggarnalen en slakken. Zijn dat alle soorten die je in een nano-aquarium kunt houden? Nee, er zijn wel meer soorten die ik nu bewust niet benoem. Omdat er zijn echt wel een aantal speciaal soorten en een aantal speciaal vissen die in een heel niche kant van de hobby zitten, die wel klein gehouden kunnen worden. Maar dit zijn vissen waarbij heel veel ervaring en kennis vereist is. Vaak ook niet op droogvoer kunnen, alleen maar levend voer eten, op osmose water moeten. Heel specifieke waterwaarden vereisen en dus echt voor de speciaal aquaria. Nu zou ik het op zich heel interessant vinden om daar eens in te duiken en te praten met mensen die daar echt verstand van hebben. Maar even kort door de bocht, zullen er veel mensen deze video kijken die de mogelijkheden niet hebben om die vissen te geven wat nodig is. En dan vind ik het zonde om die vissen in deze video te benoemen met het risico dat vissen op verkeerde plekken terechtkomen. Of dat het daarin ja,
misgaat. En dat vind ik zonde, want die vissen, dat zijn echt wel speciaal aquaria, speciaal vissen. Die heel specifieke behoeftes hebben. Wat zeker niet voor iedereen haalbaar is om ze te geven. Dus in deze video wilde ik vooral algemeen kijken naar, goh, wat is er in de handel te verkrijgen? Wat is er in de relatief standaard winkels te krijgen? En wat is dus voor de gemiddelde kijker van deze video haalbaar? Zoals al gezegd, het is een onderwerp met heel veel discussie. En het is allemaal ook niet zo super zwart-wit. Dus ik wil er wel aan toevoegen dat dit heel erg mijn mening is. Ik hoop dat ik dat zodanig goed heb kunnen beargumenteren en kunnen uitleggen aan jullie. Dat jullie ook begrijpen waarom. Want ik hou er niet zo heel erg van om te zeggen, het is zo omdat ik het zeg. Want ja, dat vind ik altijd een heel slechte reden. Dus ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan deze video. Dat jullie wat wijzer van zijn geworden. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Laat het vooral weten in de reacties. Want wie weet kunnen we nog wat van elkaar leren. En ik ben vooral heel erg benieuwd wat jullie ervan denken. Nu is ook nog zo dat per land heel erg verschillend is hoe we er naar kijken. Duitsland gaat nog veel verder in dierenwelzijn dan dat wij doen. Maar als je het vergelijkt met Amerika, dan zijn wij denk ik heel goed bezig. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal veranderd ook over tijd. Ik bedoel, goudvissen en kommers zijn nog niet zo lang geleden dat dat normaal was. En dat wordt gelukkig ook al steeds beter. Al met al hoop ik dat jullie iets geleerd hebben van deze video. Laat het me dan zeker weten in de reacties. Als je verder nog vragen hebt of iets dergelijks, laat het me natuurlijk ook weten. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij een volgende video op mijn kanaal. Dus doei doei!